Goedemorgen. Een militair van het Korps Commandotroepen is gearresteerd vanwege vermeende banden met de organisatie rond Ridouan Taghi. De 42-jarige sergeant-majoor wordt verdacht van wapen- en drugshandel. Verduistering van militaire goederen is ook een van de verdenkingen. Volgens de Telegraaf zijn defensie en politie bezorgd dat hij kennis heeft gedeeld over speciale operaties, wapens en tactieken. Hij zit sinds begin deze maand vast. Er is onderzoek gedaan op 2 adressen in Rotterdam en op de kazerne in Roosendaal waar de man werkt.